Wauw. Helemaal zelf gemaakt. Heerlijk. Eet smakelijk, joh. Couscous. Lekker couscous. Ik ben gezond bezig. Lekker exotisch, hè? Het nieuwe Chinees. Het nieuwe Chinees. Nou, kom hier met een bord van je. Lust je dit of niet? Ja, ik eet alles. Ja? Heb je geen allergie of zo? Nee, ik ben in de kliko. Doe maar. Ik gooi er alles in. Nee, maar vertel, want je wordt ook wel een dagje ouder, hè, inmiddels. Ik ben al 47. Begin je te merken? Nee. Nee? Ben je nog helemaal fit? Ik ben best wel sportief, hè. Ben jij sportief? Maar meer van de avondsport. Touwtje springen. Nou, zo kan je het noemen. Spring ik jou eruit. Denk je? Ja, weet ik wel zeker. Ze noemen mij ook de Rocky van de Lage Landen. Nee, echt waar. Geloof ik niet. Ik geloof er geen hond van. Het artiest zijn brengt toch ook wel wat geneugten met zich mee, zeg maar. Heb je daar nooit aan gelaafd? Nooit aan gelaafd. Nooit aan gelaafd. Drugs? Nooit. Drank? Ik had ook altijd mijn vader mee. Ja. Oh, dus dat was een beetje jouw stok achter de deur. Dat niet alleen, maar weet je wat het is? Dat is misschien ook mijn geluk geweest. Ben je dan ook heel je leven maar met één vrouw geweest? Ja. Ja? Ja. Dat geloof ik niet. Is dat voor jou gekkig? Nou ja, weet ik veel. Frans Bauer in zijn hoogtijdagen. Sekssymbool in Lage Landen. Sekssymbool? Heb je het over mij? Ja, hij heeft ook heel veel fans, maar zo kijk je daar toch niet naar? Het hoeft ook niet per se fans te zijn of zo, maar je krijgt... mag ook gewoon een voorbijganger of zo zijn, dat maakt niet uit. Je maakt een kassière bij de supermarkt. Precies, met een echte fan, dat is denk ik een beetje ongemakkelijk. En nee, daar heb ik me niet aan gewaagd, maar... Zelden. Wat is nou met dat flex dan? Is dat nou... Ja, dat was gewoon een hersenspinsel. Je kijkt, eigenlijk al de hele tijd wil ik die flex van mijn artiestennaam weghalen om gewoon Ronnie te zijn. Maar ik denk dan, als je gaat optreden, dames en heren, hier is hij dan. Ronnie Flex. Dat klinkt natuurlijk lekkerder dan, dames en heren, hier is hij dan. Ronnie. Dat vind jij lekkerder? Ik vind dat lekkerder klinken. Gewoon één naam. Heb jij nooit over een andere naam nagedacht? Nee, ik ben heel trots op mijn naam. Als jij naar me kijkt, hoe zou je mij dan noemen als artiest? Stel, ik ben geen Frans Bauer. Harry Friends. Harry Friends. Met die implantaten van je. Harry Friends. Ben ik een keer open en eerlijk over mijn haartransplantatie? Krijg ik dit soort dingen. Ja, maar ik snap dat ook niet. Dat is toch juist ook een mooi teken van ouderdom, dat kaal worden. Kaal worden, dat is toch het meest erge voor een man wat er is? Het kan je ook wel staan. Bij sommige mannen staat het wel. Ik heb gezien hoe dat stond toen ik kaal geschoren werd, daar bij dat kliniekje. Nou, dat kan ik je op een briefje geven. Dat wil je echt niet heel vaak meemaken. Dus ze hebben dat heel je hoofd kaal geschoren? Kaal geschoren. En dan halen ze stukjes haar zeg maar rondom weg en dan planten ze dan weer voorin. En een paar maanden later... Kijk je er dwars doorheen? Kijk je weer. Nee, maar ja, goed, ik ben er wel blij mee. Ja? Ja, uiteindelijk gaat het erom wat je er zelf van vindt. Zeker weten. En Maris, wat vindt zij ervan? Ja, die vindt mij ook zonder haar geweldig. Ja? Als je dan zo lang samen bent, is daar nog een beetje juice? Een beetje... Volgens mijn vrouw ben ik de meest entertainende man van Nederland. Ja? Op alle... Op alle vlakken. Ja? Het is werkelijk onvoorstelbaar. Ja? Ja. Ik sta er zelf wel eens van te kijken. Ja, joh. Ik zou ook niet weten wat ik zonder Maris moet. Zij is echt de speel binnen ons gezin, zeg maar. Dus eigenlijk is Maris de baas. En wie is bij jou thuis de baas, hoor? Ronnie. Ik hoor het al. Nee, zeker niet. Nee. Als het niet aan haar lag, dan was ik hier niet op tijd vanochtend, denk ik. Nee? Dan trap ze jou gewoon het bed uit? Ja, echt met passie ook gewoon. Dan moet ik mijn dochter, moeten we haar 9 uur bij school afzetten. Dan maakt ze me 7:30 wakker. Dan zitten we daar een 3 kwartier met de kleding aan beneden op de bank te wachten tot we eindelijk weg kunnen gaan. Ik zeg tegen haar, doe even rustig aan, maar geef me nog een 30 minuten. Maar aan de andere kant geeft het mijn leven wel meer structuur. Dat is mooi. Eigenlijk hebben we niks te zeggen thuis. Nee, maar dat hoeft ook niet.
iets wat je in de zomer nodig hebt. Een thee. Terras. Heel goed. Iets wat geluid maakt. Oké. Okay. Iets wat geluid maakt. Frans Bauer! Ik vind het helemaal geen leuk spel. Is er een spel wat je wel leuk vindt? Nee, nou, ik verlies vind ik geen spel leuk. Wat doe je op je brood? Frikando. Hey. Het is goed, hè? Het gaat over eten, hoor. Daar gaat ie. Knallen. Ik had eigenlijk gedacht dat ik met twee hele uiteenstaande mensen... Nou, toch heb je veel overeenkomsten wat je vaak niet door hebt. Ja, de rol ook van jullie vader in je leven. Bij jou een beetje de alomvertegenwoordigheid van je pa. Ja. En bij jou een beetje de absentie. Ja, hoe verschillend dat is. Maar hoe hetzelfde we eigenlijk er toch in staan met de zorg voor onze... Voor onze kinderen. Ja. Maar weet je, ik moet je wel vertellen wat mijn voordeel was... Wordt op een gegeven moment ook je nadeel natuurlijk. Kijk, als je altijd samen bent, dan bouw je ook op dingen. En als dat er niet meer is, dan zijn de dingen die toen zo normaal waren niet meer normaal. Hè? Dat is ook een tijd geweest dat ik daar doorheen moest. Wat heb jij voor herinneringen aan je pa voordat hij wegging dan? Alleen maar hele goede herinneringen. En ik herken mezelf ook heel erg in mijn vader. En ik denk dat ook de reden is dat ik niet meer zo boos kan zijn of zo slecht over hem kan. Of wil praten, omdat ik mezelf heel erg in mijn vader herken. Je weet het pas als je in iemands schoenen staat. Precies. Dan weet je pas van hoe zou jij de keuzes hebben gemaakt. Ja, precies. Hoe ouder je wordt, hoe meer je dingen gaat begrijpen. Kijk, weet je, jij kijkt vanaf jouw kant naar hoe dat jij het anders zou doen. Klopt. Snap je? En ik kijk van, ik zou hetzelfde willen zijn als mijn vader. Ja. Maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer, want we willen een goede vader zijn. Ja, ja. Ja. Meer nog dan een goede muzikant of ster zelfs. Dus dat is mooi, man. Zouden jullie toeren dan ook helemaal opgeven als het zou moeten? Ja, ik zou zo in de fabriek gaan werken voor mijn dochter. Dus ik zou mijn stembanden eruit snijden. Ik zou vijvers gaan maken. Ja, serieus. Ik denk dat je de wereld daar wel een plezier bent. Nee, we proberen het nog.